Welkom bij Privé TV. De PC Hoofdstraat, de duurste winkelstraat van Nederland, is voor miljoenen verbouwd. Maar daar is toch niet iedereen heel erg blij mee. Jan, welkom. Rijk Nederland vindt het niks. Nou, Jort Kelder die zegt er iets over. Die zegt, van, er is voor 1,8 miljoen euro is er verbouwd. Hè. We hebben nieuwe bestrating gekregen, we hebben nieuwe boompjes gekregen. Maar we hebben geen parkeerplaatsen meer. Er zijn heel weinig parkeerplaatsen. Zij zeggen, nou, dat is alleen maar heerlijk, want kun je lekker wandelen. Maar waar gaat het nou in deze straat om, Roel, om zien en gezien worden? En ook met je auto, hè? Want dat is natuurlijk hard, op zaterdag bijvoorbeeld is het een komen en gaan van de prachtigste automobielen. En dat kan dus niet meer. Ja, maar ze hebben een prachtige valet-parking. Dan nemen ze je sleutel aan en zetten ze hem ergens anders neer. Dat is, wel... dat is nog niet helemaal geregeld. Dat is wel de bedoeling dat het gaat komen. Maar Vincent Frederiks bijvoorbeeld, dat is de nieuwe modebespreker van Privé. Hè. Hij doet de bubbels bij ons en die is zeer bekend in de PC. En die zegt ook van, ja, Nederlanders die geven hun sleutels van hun auto niet zo snel af. Italianen wel, maar Nederlanders doen dat niet. Dus moet je ook eens zeggen dat ik daar ook wel een probleem mee heb. Ja, ik heb het laatst gehad bij het Circus Theater in Scheveningen. En dan heb je toch zoiets van, waar gaan ze met je auto naartoe? Dat weet je dus helemaal niet. Nederlanders houden daar dus niet van. Nou, Vincent Frederiks die zegt bijvoorbeeld ook van, en er had van mij wel wat meer horeca ingemogen. Er is te weinig plek om een kopje koffie te drinken of een glas champagne te drinken. Het is Blushing misschien straks. Ja, nou, dat is, die zit dus niet in de PC. Nee. Die zit dus een paar straten verder. Dat is jammer. Dus eigenlijk had Gordon in de PC moeten gaan zitten. Nou, en dan hebben we het natuurlijk ook nog even gehad over het Rokin. Want jij zei net in je intro al, we hebben maar één chique straat in Nederland. Ja. De duurste winkelstraat van Nederland, de PC. Maar in Amsterdam zijn ze bezig om het Rokin ook zo chic en duur te maken. Want er komt een groot warenhuis, Oosman. Kijk eens, hier is de bouwput al. Ja. En dat moet een van de luxe warenhuizen van Europa gaan worden. Naast de Bijenkorf bijna. Hè. Dus dat gaat flink concurreren met elkaar. En dat zegt Vincent Frederiks ook. Van hoeveel plekken in Amsterdam wil je hebben? Want we hebben een vrij kleine binnenstad natuurlijk. Ja. Met verkooppunten van bijvoorbeeld een Louis Vuitton. Dat hebben we in de PC, dat hebben we bij de Bijenkorf. En dat krijgen we nu ook bij Oosman. Krijgen we dat natuurlijk straks ook. Het is misschien een beetje te veel van het goede. Maar denk je dat PC-hoofdpubliek straks allemaal naar die Oosman gaat? Nou, daar zegt Vincent iets heel grappigs over. Ik moest daar vreselijk om lachen. Maar ik denk dat hij gelijk heeft. Hij zegt, het is geen bedreiging, die Rokin, voor de PC. Want mensen uit Amsterdam-Zuid, die blijven lekker in Amsterdam-Zuid rondkringelen met hun mooie auto's. Die gaan heus niet door die vreselijke Vijzelstraat met al die verkeerslichten die altijd op rood staan naar het Rokin. Dat gaan ze absoluut niet doen. Dus hij zegt, het is geen bedreiging voor de PC. Het is wel een bedreiging voor de Bijenkorf. Jan, dankjewel. Dit was een Privé TV. Tot morgen.